Ons het natuurlijk een crowdfunder gehardloop. Ik denk ons het uitgegaan om 500.000 te krijgen. En ik denk ons het verwacht om dit te krijgen. Miljoenen, 82.000 something. Nooit in ons volste dromen verwacht ons gaan dit krijgen in 10 dagen nie. Wat ek nog gehoord het van die crowdfunding is, obviously, dit was die eerste van ons allemaal geweest. So, is nie raar wat weet hoe het gaan uitdraai nie. Ons het nog nooit een album uitgebring en die album is betaal. So dit is de eerste keer is ons op die plek van die begin af. Wat het nogal cool was dat van ons al tijdens te weet hoe dit aan die gang was, is om actually te checken hoe die ding tractie bouw en hoe hy momentum optel. So dit is beter geweest as om Facebook uit te checken of Instagram. So tussen die klomp van ons check ons die hele drie kaart van dit uit. Ja, dus dit en die feit dat, jy weet, wat ons nie gepreempted van die crowdfunder nie, is dat een of andere manier het dit ook een marketing vehicle in itself geraak. As het nie vir die crowdfunder was nie, denk ek nie ons sou tyd gemaak het om dit te doen nie. Alles het lekker gegaan en nou moet ons die kak actually sign. So daar is soos 180 van hierdie fokkers wat ons moet uit die plastiek uithaal en nog een sign kry ook. En daar is baie min spasie binnen die studio. So dit is amper asof die studio het soos ons sign plek geraak. Die hoeveelheid goeders wat ons al hier gesign het is baie meer as wat ons al hier gerekord het. Tijdsgewijs denk ik het was nogals moeilijk om bij elkaar uit te komen. En ik denk definitief die crowd funding het daarvoor gehelpt dat ons dus okay, fuck, ons moet het nou doen. You know, so dit was probably net soos logistically was het moeilijk om bij elkaar uit te komen. Die fucking goeders net aan elkaar te slaan. Crowdfunding maakt totally sin. En toen ons dit nou uiteindelijk die geld krijgen, was net zo'n initial probleem opgelost van ik weet dat ons die tijd kan bij elkaar uitgekomen, maar dat het wel pressure op ons gesit, so ons het heeft een paar meer moeite gemaakt om, je weet, soos, as allemaal hier kan wees, dan is er maar twee van ons hier of drie van ons hier. So dat het heeft die urgency aan te brengen. Je weet dat miljoen rand klinkt al baie, ek sê seker of jy met Wynand gepraat precies oor hoe dit gaan breakdown. Je weet, even die 500.000 wat ek origine gevraagd voor, sal nie, weet, ek het obviously gaan sit in een budget uitgewerk. En die budget het pretty much gekom tot 500k. En dit is nou, jy weet, dit, maar dit is vir 'n full campaign. So in ander woorde, dit was nou die, die studio time. Ek het ook klein budget uitgesit vir die main songwriters, jy weet, wat vooraf hulle tyd moes by mekaar. Jy weet, amper, om die fok op album te gemaak het, moet ons al hierdie gedoen het. Ek skiem ook, dis maar maybe 'n maand of twee se salaris wat ons elkeen actually daar gaan uitmaak. Wat my fok is, jy weet, as dit nie gewerk het nie, sou ons in elk geval die fok en album gedoen het vir fok op. Anders is het moeilijk voor die ouders om die tijd te maken als er running businesses, je weet. So, het is moeilijk voor om te justify, fuck, ik moet nou twee dagen spandeer en dit. So, met een comedown van production, dat is ook goed ingezet, soos, je weet, publiciteit, je weet, om een publiciteitspersoon te betalen, geld voor muziekvideo's, geld voor Facebook marketing, weet, boosted posts te doen. So, het is een baie intens uitgewerkte budget, je weet, die designwerk is daarin, ach, je weet. Dat is rehearsal, studio time en you name it, het is een redelijke lang budget en het komt net zo onder 500.000 rand bij. Wat ook lekker was van die crowdfunding ding voor mij is dat ons het niet helemaal geweet om dit vrij te stellen nie, omdat die muziekindustrie in zo'n vreemde plek is op die oomblik. Je weet, mens kan bijvoorbeeld net single voor single vrijstellen oor een jaar, tijdperk of something. Om 500.000 rand de crowdfunding in te samen, is het ons gehaardloop, niemand kan een gate fiber in kijken. Daar gaan afgetrek word, een kost wat ek nooit ingerekend was die bankkostes. Met as iemand 100.000 rand vir jou door kredietkaart betaal verloor, jy 4.500 rand op dit. So jy weet, baie mense EFT's gedoen wat net 10 rand flat kost, maar as ander ons wat kredietkaart gebruik het en goed. En jy weet, so'n trend uit die miljoen uit is 85.000 of whatever is net kostes, jy weet. En as ek sê, in die bedrag is ook ingewerk wat die mense betaal het vir die shipping. Ja, dis plus basically is 'n tweerandse bakkie wat jy net aan die brand steek. That's pretty much it, yeah. Hierdie kind of bewys, I guess, dat mense nog steeds keen is om 'n hele album van musiek te hoor. Daai hotel gig het op die ou end flippend lekker uitgedraai. As ek daai geld gehad het, sou ek miskien die hotel gig aangeskaf het. Jy kan 'n moeseskamer wees, jy kan op stage gaan. Maar as jy one-on-one met iemand is, dan sikkel jy om te praat miskien. Maar op stage is it easy, cause it's like you're not really connected in a way. Maar op die dinge you're connected. It's not fucking, jy weet, jy kan rondkijk so, maar jy gaan ook contact maak. So dit was maar net weird, jy weet, en vir ons obviously om het af te voelen goed, maar het is actually fucking goed gegaan. Ek dink ons het gedink het gaan ook goed wees, en ek dink die couple vir wie ons gespeel het,
Hulle het ook gedink het gaan awkward wees, en hulle was soos moer so nervous oor die hele ding. Die ou sê, jy weet, hy was amp toe hy die geld betaal, ek dink is die beste idee ooit, en op die paar dae voor die show het hy nervous begin raak oor hoe gaan het wees, jy weet, nou hy is nou half in die kamer saam met jy dudes wat hy nie ken, jy gaan het ongemakkelijk wees. Dit was eindelijk baie lekker gewees, ons het lekker dinner met die mense voor die tyd. Paar doppe gedrink. Toe kon ons tenminste die ijs breek en toe kon ons het actually oor geloof en politics gepraat voordat ons gekeken het. So dit is een massive ding om aan die pad uit te kry. En hulle was moest cool mense, so dit was actually baie cool om vir hulle te job. Dit was eigenlijk baie easy. Een kunstenaar drop een album en hy het een core following waar het gaan like of at least gaan geïnteresseerd wees na te luister. Well, ek is nogals excited vir die mense om het te hoor. Ek dink daar's cool goeters daarop. Voel my soos lekker baie content wat mense sal besig hou. Daar moet iets spesiaal gebeur met die release. Daar moet of een song op het wees of die collecte van die songs moet een nerve strike. En dis wat mense altyd noem right place, right time. Dit is per ongeluk gaan album, weet soos Francis het vorige album met goud verkoop, omdat hy en Karen de Neuf gestraak met hy een saam. Jy weet, en dit het baie legs gegee. So op hierdie saam weet ek nie hoe mense gaan reageer op dit nie. En dit is vir my altyd een bykie van een, weet ons is nie in die game van major labels wat Rihanna single drop nie. En ons spandeer elke cent moontlik om seker te maak. Die saam is reg voor hy weet uitgaan en dan ook die marketing behind it insane. Jy weet, so hulle maak seker dat die song suksesvol gaan wees. Ons speel alweer meer van een gamble game. You put your heart into it, jy sit het al buiten en dan kyk eens wat gebeur. Die song gaan maar net oor self-medikasie, so I guess, syp en dissolverook en jy self-medikate, maar dan ook, ek dink, die eerste vers is daar oor, en dan die tweede vers is ook dat mens soos religion en geloof kan gebruik as een type van self-medikasie. X-Game is pretty cool man, het voel vir my asof daar maybe nog ons langklaas die rock'n'roll waarin ons allemaal gewoond is in Afrikaans uitgekom het. So ek dink dit is pretty exciting. En ek dink, dit is maar net een, ek dink Fokhoff is misschien vir ons ook soeets op een manier, jy weet, vir my persoonlik, jy weet, om vir 5 jaar van my early 20s op mense te skree, in die aande, was vir my een sielkundige proces dat ek al verdere goeders gewerk het, jy weet, dit was, so ek dink vir ons allemaal is volk of op een manier ook een manier type self-medikasie. Dit is vir ons die belangrijkste, as ons self kan tevrede stel, miskien is daar een band, de hand is als jy nou maar een liedje nie voel, maar die rest van ons voel ons. En dat is het ok, dit is ook een democracy. Ons het lekker sounds, dink ek, so ver, en probeer ietsie anders doen as wat ons normaal weg gedoen het. Ek dink ons gaan so al vir 'n bietjie van 'n meer grungerige vibe. Want dit is kind of die rock muziek wat ons nou luister. Jy weet nie dat Queens of the Stone Age so grunge is nie, maar hulle is al kind of die dirty stoner vibe. Hoopelik is dit 'n lekker journey vir die fans om dit te luister. En ons baie op en abbe en harde klanke, sagte klanke, berge en dale, stories van verskillende. Ik denk die mensen wat van Fokhoff die de afgelopen paar jaar huis zal die nieuwe staf dik, dit is maar ons en dit is ons schrijf. Dit voelt voor mij dit voelt voor mij probleem is die beste album wat ons gemaakt het tot dusver toe. Als ik zo op een punt wat ik allemaal geniet, dat was het least nie, soos vir my een wat my least favorite is. Want ek weet ook nie wat om vir jou te antwoord as jy my dit so vra nie. So dit is vir my een goeie ding. En ek dink dit het nogal cool uitgedraai, want net van die lirieke kant, daar voel het nou weer vir my, dit is nie een boek nie, maar dit voel soos een, jy weet, hoofstukkies en als klomp kak om in te klim en karakters en dit is wat cool is van die album, is dat mens dan so half een algehele prankie kry. Waarna ek die meeste uitsien is om die nieuwe songs live te speel, want ons speel al vir 10 jaar die selfe fucking set. Denk jy ons gaan nog een album uitbring na hierdie een? Ons sal, maar het mag dan nog 10 jaar neem, of 5. En my dan is dit van nog miskien 50 jaar uit. Ja, dan sal ons beste werk eers uitbring. Ons sal die 3 album gedoen, ons voel dat ons demand. Ja. En dit het ons dat voel,
like, jy weet, ons allemaal is op een goeie waar, ons kan samen album doen, let's do it. So I suppose if as die cinema die album doen fucking goed en demand is massive en het is financieel, cause it's become a business, obviously financieel worth almost a while, dan sal dit nie muziek wees. I reckon. Droog raak jy, God, wat ek spreeks, ek is besig. Oh, sorry. Ek kan dit klaar nie. Wat ga jy nie eens aan? Nee, so wat, gaan jy dit jou oor buk? Jy weet, buk. Hoe is dit nou, toilet is wat vir buk, of die grond buk, jy gaan bloed. Dit is nie, oorbukkerij.